that spell. Iemand mag een willekeurige kaart aanwijzen. Nou, iemand mag een kaart ergens aanwijzen. Maak jij het waar? Ik pak even ruit 6 voor het idee. Die ruit 6 gaat ergens terug in het spel. Het maakt niet uit waar precies. Zo, hier. Ruit 6. En zeg je, let op. We gaan de kaarten in twee helften omkeren. Dit is één helft. Zo. En een tweede helft keren we ook om. En dan komt het grappige. Als je namelijk wrijft over de onderste kaart, dan wordt die blanco. Sterker nog, niet alleen de onderste kaart, maar ook de tweede, derde, vierde, vijfde. Alles wordt helemaal... alles behalve... De ruit 6 wordt helemaal blanco. Je vraagt de toeschouwer om zijn hand open te houden. Leg de kaart er even op. Alles wordt helemaal blanco. Volledig blanco. Je kunt ook echt alles uitspreiden. Blank. Dus je kunt de kaarten vastpakken. Ze zijn echt allemaal blanco kaarten. Oh ja, welke kaart was ook alweer gekozen? Was de ruit 6? En ook die is blanco. Deze truc heet Fade Out van Mir Jadid.